Een hele goede middag. Het is vandaag woensdag. Het is alweer 1 mei. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Wat gaat de tijd hard? 1 mei alweer. Het is 26 graden en ik heb het vannacht met slapen zo vies warm gehad. Ik stond bijna op het punt dat ik dacht ik ga de ventilator er neerzetten. Maar ja, het is echt alleen morgen nog vrij warm. En daarna zakt de temperatuur weer redelijk. En vanaf morgen ook weer regen. Maar ik vond het niet zo fijn. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Kees van der Spek. Er waren ook alweer twee interessante zaken. Het was ook een zaak met iemand die ze al eerder hadden geconfronteerd, maar ik heb dat nooit gezien. Dus ik weet niet helemaal het verhaal daarachter, maar dat maakt op zich niet heel veel uit. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan en toen heb ik de vlog helemaal afgemaakt. Dus die is opgeslagen en helemaal goed. De foto's bewerkt, ik moet nog even twee nieuwe maken, die waren toch niet helemaal duidelijk genoeg. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en ik heb nog één aflevering. Ik ben heel benieuwd hoe het eindigt, want het was zo spannend. En daarna nog even zie je zij en toen ben ik lekker naar bed gegaan. Ik heb mijn boek uitgelezen en ben ook alweer gestart met een nieuw boek. Ik heb een haar aan mijn sok. Dus ja, dat was eigenlijk allemaal prima. Alleen jammer dat ik het zo vies warm had. Ik vind het buiten ook gewoon vies benauwd. Het is een beetje moekerig. Hoe moet ik het goed uitleggen? Het is natuurlijk warm, maar er zit zo'n warme lucht dat je eigenlijk gewoon... Ja, ik zelf heb alweer zoiets van laat het maar gaan regenen. Maar goed, daar zal ik vast de enige in zijn, want heel veel mensen willen dat niet. Ik ga zometeen eventjes mijn woonkamer doen. Daarna wil ik even op mijn balkon aan de gang. Even kijken of ik die groene vlekken wegkrijg. Ik heb natuurlijk die borstel gekocht. Dan ga ik gelijk de plantjes even in de potten zetten. Want die staan ook nog niet leuk. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik weet niet of het lukt met die plekken, maar ik neem jullie mee. Maar ik heb nog een pakketje. En die ga ik eerst eventjes aan jullie laten zien. Het pakketje. Ik werd alleen al heel erg blij van de zak waarin het zit. Zo mooi goudkleurig. Ze hebben het lopertje van tafel gegooid, daar zit ik nu op. Het is echt heel leuk, maar ik heb nieuwe schoenen besteld. En ja, dat zijn van die schoenen die je nu heel veel ziet. Dat zijn van die loafers, dus dat. Ze komen ook gewoon echt in een doosje. Er staat op Super Me. En ze waren elke keer uitverkocht. Maar nu hadden ze ze, ze waren maar 18 euro. Het zijn dus deze instappertjes voor de zomer. Ik vond ze wel echt super leuk. Met wat gouden detail erop zo. En het zijn, ja, ik moet ze wel even insprayen. Ik zal ze zo even laten zien als ik ze aan heb. Ja, ik vind ze zelf heel erg leuk. Ze vallen ook naar maat. En die staan dus gewoon super leuk onder een broek met de zomer. Nou ja, ook de andere uiteraard. Maar dat is logisch. Er zit dus zo'n ding in. Kijken of dat een beetje normaal eruit kan. Maar ik zal ze even aantrekken. Dan kunnen jullie even zien hoe het staat onder een broek. Ik heb ze nu dus even aan onder een broek en ik heb er nu geen sokje in aan, maar ik denk dat ze ook wel heel makkelijk kunnen met van die kleine sokjes of eventueel met van die panty sokjes. Je stapt er gewoon heel makkelijk in, want je kunt gewoon echt zo plop, erin. Dat is wel echt ideaal, moet je alleen het randje goed doen. En nou ja, ze lopen ook wel gewoon heel leuk. Ja, ik vind het zelf wel heel erg leuk. Het is echt een smaak waar je van moet houden, maar ik vind ze wel leuk staan. En het is wel een lekker schoentje voor de zomer. En eigenlijk in deze dagen zou het wel kunnen. Ja, morgen gaat het al regenen, dus toch ga ik ze niet aantrekken. Maar ik ben er heel blij mee. Oké, aangekomen bij het balkon. Je ziet hier wat groene aanslag en zo. En die ga ik nu proberen weg te poetsen. Dan ga ik gelijk die planten even in bakken zetten. Dus het is even de vraag of dat gaat lukken. Maar dan moet ik eventjes gaan kijken. Dus we gaan het gewoon proberen.
het balkon. Ja, we kunnen nog niet echt zien of dat het echt wat heeft gedaan. Of dat de groene aanslag verdwenen is. Als ik daar kijk, vrees ik van niet. Ik heb goed geboend. Maar dat kunnen we natuurlijk pas zien als het droog is. Maar ja, aangezien het morgen ook gaat regenen, moeten we even afwachten wanneer daar resultaat van komt. En of het überhaupt geholpen heeft. De plantjes staan in ieder geval in de potten. Ze passen in die potten iets minder mooi als in deze. Want die zijn van de Lidl. Die zijn nieuw. Daar passen ze perfect in. En in die toch iets minder. Maar ik vind ze wel gezellig staan zo in een rondje. Dus ja, helemaal goed als je het mij vraagt. Zo, ik ben klaar. Ik heb het echt bloedheet. Het is zo warm als je bezig bent. Dan merk je echt wel dat het 26 graden is. Dus ja, het is behoorlijk warm. Maar ik heb echt mijn benen zweten in mijn broek. Ik zweet gewoon helemaal. Ik heb hier een beetje wat zwarte vlekken op mijn shirt van op het balkon bezig zijn. Maar is niet erg. Ik ben blij hoe het er nu bij staat. Ja, en ik hoop dat die vlekken dus weg zijn. Maar net wat ik dus net al zei. Ik weet dus niet hoe ver het gelukt is. Dat moet ik gewoon, kan ik echt gewoon goed pas zien als het ja, als het klaar is. Als het droog is. Ja, en ik weet niet in hoeverre het droog gaat worden. En hoever we dat kunnen gaan zien. Omdat het morgen ook weer gaat regenen. Maar dat gaan we wel zien. Ik ga nu in ieder geval even lekker wat drinken en relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik naar een nieuw seizoen van Steenrijkstraat Arm. Ga nog even een spelletje doen. Moet dus nog even die nieuwe foto's maken. Dan kan ik die bewerken en mijn blogpost schrijven. Thumbnail maken voor de vlog. En dan kan ik die inplannen. En dan ga ik lekker kijken naar de laatste aflevering van de Netflix-serie. Want ik ben heel benieuwd hoe het afloopt. En daarna nog even lekker zie je zijn. En dan ga ik lekker naar bed toe om nog even mijn boek lezen. Ik heb die lipsteen op van Catrice. En in het begin is die heel erg aanwezig. Maar later trekt hij meer in. En dan blijft er dit achter. Dus het ziet er wel heel erg mooi uit, moet ik zeggen. Het blijft wel echt heel goed zitten. Want ik merkte ook al met zwartje dat hij echt op mijn hand of op mijn arm bleef. Ja, je liet een afdruk achter. Maar ik vind het wel echt super leuk. Dus geef het ook niet af. Plakt ook niet. Het voelt heel erg lekker aan. Goed, ik ga nu in ieder geval even wat drinken, relaxen en even mijn nagel bijveilen. En dan zou ik bij deze weer zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 2 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik ga even kijken hoe warm het is. Want het is warm. Absoluut. Het is 24 graden, het is overwegend zonnig, maar er is voor vandaag ook wel extreem weer afgegeven met onweer en zo. Dus we moeten even kijken of dat gaat worden. Ik heb dat blouseje aan van de Vibra en ik vond dit wel een prima outfit voor nu. Want ik dacht, ja, dan niet al te warm, maar ook nog niet gelijk met de korte mouwen. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna Steenrijkstraat Arm. Was een hele mooie uitzending, was wel heel bijzonder. Die mensen gingen naar het landgoed van Elvis. Die man was helemaal Elvis-fan en ze gingen ook toevallig echt naar de woonplaats, zeg maar, waar hij dus had gewoond. Toen gingen ze naar het landgoed en die man die werd helemaal verdrietig, zeg maar, bij het graf. Ja, als je zo'n groot fan ervan bent. Ik kan het zelf niet zo goed voorstellen, maar dat komt denk ik omdat ik niet... ik ben niet zo fan van iemand dat ik... heel erg verdrietig zou worden als een beroemdheid overlijdt omdat ik er niet idolaat van ben. Ja, voor de mensen die dat wel waren was dat waarschijnlijk een hele grote shock met Elvis. Dus, maar het was wel een mooie uitzending. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. Ik heb even die foto's gemaakt die ik nog opnieuw moest doen. En dat was allemaal gelukt, bewerkt. Foto's geïmporteerd zodat ik mijn blogpost kon schrijven. Vlog geüpload, thumbnail gemaakt. En toen ging ik mijn laatste aflevering van de Netflix serie kijken. En ik heb op het puntje van de bank gezeten. Zo spannend was het. Ik had het wel weer heel erg warm, want het was echt weer heel erg warm hier. Het is hier volgens mij ook gewoon letterlijk. Even checken hoor. 21,5 graad is het, dus ja, dat is best wel weer warm. Maar ja, zo spannend. En dat je gewoon elke keer maar hoopt dat ze er weer uitkomen. Dus ja, het was echt super spannend. Dus nou, betekent wel weer dat ik vanavond iets nieuws moet uitzoeken. Daarna nog even zie je zij en toen ben ik naar bed gegaan. Nog even gelezen, toen ben ik lekker gaan slapen. Ik ga nu even stofzuigen en schoenen en zo pakken, want mijn coach komt straks, want ik moet naar de tandarts. Ik moet om 3 uur bij de mondhygiënist wezen. Dan gaan ze weer even kijken hoe het nu gaat met poetsen en zo. En daarna moet ik om 3:30 happen bij de tandarts voor zo'n knarsbitje. Dus nou ja, dat moet ik doen en gewoon weer de boodschappen. Dus ik neem jullie gewoon nog even mee. Maar ik ga nu eerst eventjes stofzuigen en zo. En nog even wat drinken. En dan komt mijn coach straks. En dan ga ik de deur uit. Want we moeten binnendoor. Want de snelweg is afgesloten. Dus wij moeten alles binnendoor doen. Maar goed, dat duurt dan ietsjes langer. Ik neem jullie in ieder geval weer eventjes mee vandaag.
Even een balkon-update, want ik heb dat natuurlijk gisteren helemaal schoongemaakt. Maar ik zie wel dat het echt misschien nog een keer moet. Maar de zon moet ook even zijn werk gaan doen. Maar ik zie wel wat verbetering. Dus wat dat betreft denk ik wel dat het wat gedaan heeft. Ik ben weer terug thuis. Ik heb de boodschappen weer binnen en ik ga nu dinsdag weer, omdat het volgende week donderdag hemelvaartsdag is. We zijn even bij de plantjes geweest, dat heb ik hier gefilmd. Dat was wel heel erg leuk. En ik heb ook plantjes gekocht, die zal ik zo even laten zien. Bij de tandarts was het eigenlijk allemaal wel goed. Ze hebben gewoon weer even gebitsreiniging gedaan en ik heb een scan gehad voor een knarsgebitje. En die wordt over 2 weken, kan ik hem ophalen. De plantjes. Ik heb een hele leuke paars. Ik zet ze nog even op mijn balkon neer. Dat gaat nu even terug in het zakje. Dus deze paarsje heb ik. Die zijn voor in de roze potjes. Oh jakkers, ik zit helemaal onder het ding. Een gele. Deze waren 50 cent per stuk. Dat vond ik wel leuk. Een leuke roze. Dit is heel gevaarlijk, want Takertje vindt dit echt heel interessant. En een rode. Dus wel leuke plantjes. Ik klop heel even mijn sok uit. Ik zal hem even uitdoen. Ik kan zo ook wel. Dan heb ik een bezem. Die is voor lente. Mijn moeder zocht zo'n klein bezempje. En ik zag ze toevallig nu bij de Lidl. Dus ik had gebeld van wil je hem hebben. Dus die heb ik voor haar gekocht. Woensdag voor mijn vader kan die hem wel even meenemen. Ik heb weer chocomel gekocht. De schuitjes. Spekjes. Ik was ook even bij de Albert Heijn geweest. Ik was bij een ander centrumpje. Bij de Blokker kreeg je gratis met de app zonnebloempitjes. En die vond ik wel, dat deed me gelijk ook denken aan mijn opa. Dus die kan ik leuk planten. En dan komen er zonnebloemetjes uit met een heel schattig potje. Dat was dus gratis. Ik heb even iets gekocht voor mijn moeder van moederdag. Maar dat laat ik later even zien. Althans, ik kan het wel laten zien. Maar dan zeg ik even dat ze een vlog niet mag kijken. Ik heb een cadeaukaart gekocht van de Kruidvat voor haar. En ik heb daar ook even deodorant gehaald. Want die was nu... voor de helft van de prijs. Ik heb bonen, maar dat was weer een dingetje. Want ik had ze in de folder gezien dat ze goedkoop waren. Maar dat was dus maar weer tot gisteren. Dat is dan zo'n heel klein testje. Dat had ik niet gezien. Ik heb broccoli. Mijn toetjes. Ik heb alweer even deze kattenbrokjes meegenomen. Want die waren bij de Albert Heijn veel goedkoper. Zakje gehakt. Lekker voor maandag gehaktballetjes.
Hier eventjes een flesje met frietsaus, die was in de aanbieding. Dan heb ik de Energy ingeslagen, want die was nu 5 plus 1 in de Lidl app. Een zak patat. Een andere tasje pakken. De gewone brokken ook weer, want die gaan altijd hard hier. Zo'n pak met frietsoep, die zijn echt super lekker. Die heb ik niet altijd. Voor straks lekker hamburgertjes versje. Aardappelschijfjes. Mijn opschuimmelk weer. Slapinken. En ik heb 3 Milka-repen gekocht. Ik kreeg een hele leuke mok bij. Dus ik heb 2 keer karamel en 1 keer een gewone. Het zijn dan vrij goedkope repen. En daar heb ik deze mok bij uitgekozen. Dus super leuk. Dus dat waren de boodschapjes. Ja, verder is de Energy. Ik ga het even opruimen. Dan ga ik lekker douchen. En dan ga ik straks lekker eten. Ik hoop dat er een beetje het weer nog verandert. Want het is nu echt heel erg benauwd. Maar mijn moeder was toch aan het regenen. Dan ga ik straks vanavond kijken. Goede tijden. Na weer het jachtseizoen. Daar heb ik wel zin in. Ik ga even een aspirintje nemen. Dan ga ik daarna nog even een spelletje doen. En dan ga ik lekker mijn foto's bewerken. En een nieuwe Netflix serie uitzoeken. Ik heb al wel een idee welke ik ga kijken. Iets met Ryan Deere of zo. Die schijnt heel goed te zijn. Het gaat over een stalker. En dan ga ik nog even CSI kijken. En dan ga ik lekker naar bed. Nog even mijn boek lezen. En dan ga ik lekker slapen. Ik had een hele leuke kunstplant gezien bij de Lidl. Maar degene die ik wilde hadden ze niet. Dus nou ja, goed. Dat komt vast nog wel een keer. Ik ga jullie dan gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder eventjes gewoon lekker mijn dingetjes doen. En dan gewoon eigenlijk mijn eigen avonddingetjes. Dus ik zeg bij deze dan tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 3 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen. En Mickey zit er gezellig bij. Want Mickey was een beetje onrustig. Dus die wil even lekker bij mij zitten. Hè? Ja. Dus dat was wel fijn. Dus dat is allemaal weer gelukt. Die is dan voor dinsdag. En ik heb lekker de boel opengezet. Want het is nu 13 graden buiten. Dus het is behoorlijk afgekoeld na gisteren. En ik hoopte zo dat ik regen zou krijgen. Ik zat helemaal te wachten op het slechte weer, zeg maar, met de onweer. Nou ja, hier kwam maar niks. Mijn moeder die appte einde van de middag al gisteren. Ja, het begint hier nu los te barsten. Ik zeg, nou, hier nog niks. Uiteindelijk is het ook niet gebeurd. Ja, een paar druppeltjes regen. Maar het is niet zo intens geweest. Terwijl er echt plekken zijn waar het heel intens was. Maar dat is eigenlijk allemaal, viel een klein beetje tegen. Maar goed, zo. Daarom dacht ik, zet ik nu lekker de boel open. Kan het een beetje luchten, want dan kan het een beetje doorwaaien. Want het is hier inmiddels 21,5 graden binnen. En dat is gewoon best wel warm. En vooral op zo'n klein huisje. Maar goed, dan hopen we dat het een beetje gaat doorluchten. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Jachtseizoen. Dit was met Tim en Tom Coronel, dat is die tweeling. En ze zijn niet gepakt, daar was ik heel blij mee. Want dat hoopte ik ook. En alleen nu zag ik wel voor volgende week is er dan weer een herhaling afgekondigd. Ik draai even dat onderkantje eraf, want dat voelt heel zwaar aan. Maar dat snap ik wel, want volgende week is het Songfestival. En dan ja, gaan waarschijnlijk heel weinig mensen naar zo'n programma kijken. Omdat er toch best wel veel mensen zijn die naar het Songfestival kijken. Nou, ik ben heel eerlijk, ik wil Nederland wel even zien. Want ik ben wel heel erg benieuwd naar het verrassingselement. Maar de rest interesseert me niet zo heel erg veel, dus dat ga ik niet doen. Maar goed, dat dus eigenlijk. En daarna heb ik nog even lekker een spel gedaan. En toen heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even 1 nieuwe maken, want die was niet mooi, niet duidelijk. En dat vind ik toch altijd wel belangrijk. Dus dat ga ik nog wel eventjes doen. Nou, toen heb ik eigenlijk nog even wat op de computer een beetje wat dingen gedaan. En toen ben ik een nieuwe serie gestart. En dat was Baby Right There. En daar was al heel veel over te doen. Mijn coach die had hem ook al gezien. Die zei, ja, die moet je eigenlijk wel echt gaan kijken. Want... En toen zag ik dus inderdaad ook dat de matchscore met mij heel hoog was. Dus ik ben ermee gestart. En in eerste instantie heb ik gewoon medelijden met deze vrouw. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dit zich verder uitpakt. Het zijn wel korte afleveringen. Ze duren ongeveer maar een half uurtje. Dus dat is niet zo heel erg lang. En ik kijk er 1 per avond. Ja, zou je er 2 pakken, zou je er heel snel doorheen kunnen zijn. Maar ik vind 1 nog voldoende. En daarna heb ik nog even CSI gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan. Ik heb een heel klein stukje gelezen, maar ik was zo moe. Het warme weer geeft mij ook al sowieso meer prikkels. Nou, het was ook best wel druk en dat snap ik, hè, overal. Want het is mooi weer, mensen gaan erop uit. Dus het gaf me best wel veel prikkels, waardoor ik heel erg moe was. Ik was ook echt gewoon, na het douchen moest ik gewoon heel erg bijkomen. Want ik sprak mijn moeder en zei, nou, ga eens maar even rustig zitten, want je ben je helemaal zat. Ik zei, ja, ik was helemaal moe. Ik heb echt niet lang geleden, ik ben daarna ook eigenlijk gaan liggen en ik ben zo weggezakt. Ik was zo moe. Dus ik hoop vanavond weer wat langer te lezen. Want het zat er net weer lekker in. Maar ja, het zakt nu weer een beetje weg. Ik ga zo zelf even naar boven.
even wat dingen doen als ik gestofzuigd heb. Maar ik heb wat leuks gedaan. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Ik heb op mijn kanaal een keer die labelmaker van de HEMA uitgetest. Nou, dat was toen een hele grote flop. Maar toen kwam ik er dus achter dat ik waarschijnlijk iets fout heb gedaan. Waardoor ik dacht, ik wil dit nog een keer opnieuw gaan proberen en dan in de vlog. Dus ik heb dat ding eigenlijk hergeprobeerd. En dit keer is het gelukt. Dus ik ga jullie laten zien wat ik dus nu heb gemaakt met die labelmaker. Dat heb ik helemaal voor jullie gevlogd. Dus ik dacht, het is wel leuk om jullie daarna te laten kijken. Wie weet dat je misschien zelf ook nog problemen had met dat ding. En dat je nu denkt, oh, het is misschien toch makkelijker. Dus ik ga jullie dat laten zien. En dan ga ik eventjes lekker naar boven. Ik ga een muziekje aanzetten. Ik heb er wat nieuwe muziek op mijn iPod gezet. Dus ik hoop dat die langskomen. Dus dat is wel leuk. Dus ga ik dat eventjes lekker doen. En dan kunnen jullie kijken naar hoe ik mijn labelmaker opnieuw geprobeerd heb. Dus dat is voor jullie de planning. Misschien dat jullie het nog kunnen herinneren dat ik hier een video van heb gemaakt. Maar ik zag dus nu een filmpje waardoor het dus wel zou moeten werken. Dus ik ga het nu nog een keertje proberen aan de hand van de video om te kijken of ik het nu wel voor elkaar krijg. Want het schijnt dus makkelijker te moeten werken. Dus ik ga het gewoon even proberen. Kijk eens, het is gelukt. Ik heb hem door hoe die nu werkt. Dus het werkt, dus dit ding werkt dus wel. Maar je moet hem dus eventjes doorhebben. Maar ik weet niet hoe die moet. Dus ik heb nu gewoon het perfecte labeltje. Hoe ideaal is dat? Nu ga ik er eventjes nog een aantal maken. Want dan kan ik alles weer netjes labelen. Kijk, alle potjes zijn nu gelabeld. Het ziet er echt een stuk beter uit zo. Ik word er heel erg blij van. Ik heb ook labels gemaakt voor deze allemaal. Deze is ook nu allemaal gelabeld. En dit. Dit kan nu allemaal terug en heeft alles weer een prachtig label. Echt fantastisch. Het is even een klusje om erachter te komen hoe het precies werkt. Maar als je het door hebt, is het echt geweldig. Zo, ik ben klaar. Boven wil even verder gaan, maar het vlot niet zo lekker als dat ik wil. Want dan, ik wil gewoon meer of soms als dat ik kan. Ik merk gewoon, ik heb nu een beetje last van me. Oké, ik heb gewoon een stickertje aan mijn sok, die kan weg. Van mijn benen en zo, want ik moest ook even op mijn knieën. Want ja, er was iets gelekt, dus dat moest ik even schoonmaken. Dus dat heb ik helemaal schoongemaakt. Toen dacht ik heel leuk, oh, dan kan ik dat kastje onder dat bureau kwijt.
past er dus niets. Dan moet ik de boel opschuiven. Nou, toen had ik er geen zin meer in. Toen ben ik naar beneden gegaan en heb ik even de was eraf gehaald. Want ik heb er toch een was in gedaan. Ik wilde ook even dat sjaaltje wassen van de Koningsdag. Maar die mocht maar op 30 graden. Dus die doe ik even apart. Want ik wil eigenlijk ook even mijn winterjas wassen. Maar dan wil ik eigenlijk even mijn moeder vragen. Want ik heb natuurlijk zo'n teddyjas. En als je je jas wast, gaat natuurlijk dat laagje eraf, dat hij niet meer waterdicht is. En vroeger kon je van dat spul kopen, dat kon je dan in de wasmachine stoppen. En dan was die jas weer waterdicht. Maar dat verkopen ze niet meer, althans. Ik heb het nooit meer gezien. Maar eigenlijk wil ik hem wel even wassen, want ik heb hem nu al zo'n lange tijd aan. Dan vind ik het toch wel weer lekker eigenlijk als die fris is. Nou weet ik ook niet of ik hem van de week nog nodig heb. Dus dat is een beetje de vraag. Is het in huis al gezakt? Even kijken. Een half graadje. Ja, nou ja, goed. Het is de bedoeling dat het zakt. Dus nou ja, een half graadje is een half graadje. Maar verder, ja, gewoon wel eventjes wel het een en het ander gedaan. Dus op zich wel blij. Nu even wachten tot de was straks klaar is. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Want ik heb een beetje zere benen. Ik ben een beetje moe. Volgens mij heb ik een vieze bril op. Oh, ja, dat zie ik al. Hele vieze vlek erop. Kan ik niet tegen. Ga ik zo even schoonmaken. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond Flikken Maastricht komt natuurlijk niet meer. Dus ik denk dat ik even ga beginnen met de slechtste chauffeur. Want dat heb ik opgenomen. Dus dan ga ik daar gewoon even mee beginnen. Vind ik ook altijd wel leuk om te zien. Dat je altijd afvraagt hoe halen mensen hun rijbewijs. Maar ik vind het altijd wel leuk om te zien. Ik denk dat ik altijd even ga kijken. Sowieso nog wel even een spelletje doen. Nog even die nieuwe foto maken. Dat doe ik straks eerst even. Want dat is nu nog licht. Ja goed, we hebben natuurlijk wel licht tot 8 uur vanavond of zo. Dus dat kan nog. En dan ga ik mijn video in elkaar zetten voor morgen, mijn blogpost schrijven. Dan ga ik weer verder met dat baby reindeer. Volgens mij spreek ik het weer verkeerd uit. Mijn Engels is nooit zo heel goed. En volgens mij heb ik vanavond ook de laatste aflevering van Swings. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat dan eindigt. En dan ben ik uiteindelijk toch wel blij dat ik me uitgekeken heb. En dan ga ik naar bed en hoop ik dat ik iets langer mijn boek kan lezen. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie van het resultaat vonden nu. Van de etiketjes die gemaakt zijn met die etikettenmaker. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. En ik ben wel blij in ieder geval dat ik daar weer dat ik hem toch nieuw leven in heb geblazen. En dat het nu eindelijk gelukt was. Dus daar ben ik in ieder geval heel blij mee. Maar goed, ik ga even de was wegleggen en dan ga ik lekker even relaxen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 4 mei. Ik ben klaargemaakt. En ik heb weer even lekker de boel opengezet. In de hoop dat het weer een beetje doorwaait. Want het zou wel prettig zijn. Omdat het gewoon toch wel een beetje benauwd is. Dus ik zie alleen dat deze niet helemaal goed zit. En zo, nu wel. Ik vind dat toch belangrijk. Want ondanks dat hij op een kiertje staat en de katten er absoluut niet doorheen kunnen. Wil ik het risico gewoon niet lopen dat er toch een openingetje is. Waardoor ze denken, hé, hier zou ik doorheen kunnen. Dat geeft me een onveilig gevoel. Op de slaapkamer staat hij ook open. Dan hoef ik alleen nog even de deur open te zetten. En dan kan het een beetje doorwaaien. Ik heb gisteravond een deel van de slechtste chauffeur van Nederland gekeken. Ik heb het nog niet helemaal afgezien, maar ik was wel weer verbaasd over hoe de rijstijl van sommige mensen is. Of gewoon super hard. Die andere die vond het nodig om nepjumpers op te plakken achter het stuur. Dat ik denk, waar ben je mee bezig? Het is wel weer heel bijzonder. Ik vraag me toch altijd wel weer af waar ze die mensen vandaan halen. Maar ja, ze schijnen dus gewoon echt te bestaan. Ik heb nog even een spel gedaan. En toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten en heb ik ook mijn blogpost geschreven. Ging eigenlijk allemaal vrij vlot. Toen ben ik verder gegaan met baby reindeer. En wat ik wel heel bizar vond is dus het feit dat deze man die de hoofdrol speelt, dus dit zelf heeft meegemaakt. Hij heeft het schijnbaar ook zelf geschreven en hij heeft dus ook echt dit meegemaakt. Dat is wel heel gek zeg maar, dat je dus erachter komt dat hij het hoofdbrein achter deze serie is, maar dat dus ook zelf heeft meegemaakt. En dat die sms'jes en die mailtjes dus ook echt zijn die hij ooit heeft ontvangen. Dus dat is wel gek. En daarna heb ik de laatste aflevering van Swings gekeken. Ja, het viel nu eigenlijk bij de laatste aflevering pas compleet op zijn plek waar die hele serie om draaide. En dat vind ik zelf nooit zo heel fijn. Ik wil toch altijd op een gegeven moment wel weten van hoe zit het nou iets in elkaar. En dat viel echt pas bij de laatste aflevering voor mij op zijn plek. Misschien ligt dat aan mij. Misschien dat andere mensen het wel sneller begrepen. En waar ik dan
ook heel erg verbaasd over was, is het einde. Want er zou dus eigenlijk gewoon nog een tweede seizoen achteraan kunnen komen. Maar ja, ik weet niet of dat uiteindelijk gaat gebeuren. Hebben ze volgens mij ook nog niet bekendgemaakt. Nou, toen ben ik nog even in bed lekker mijn boek gaan lezen, wat heel erg leuk was. En toen ben ik gaan slapen. Vandaag zijn de kwasten weer aan de beurt om te wassen. Dat was wel lekker. Ik moet nog even een wasje aanzetten, even het kleed erbij. En ik had dat sportshirt gevonden. Die had ik dus toch niet erbij gepakt. Die nieuwe, dus die kan ik even uitwassen. En ik wil ook even mijn sjaaltje van Koningsdag wassen. Maar die mag maar op 30 graden. Dus die heb ik gisteren niet bij de gekleurde was ingedaan. Dus nou ja, ik neem jullie gewoon weer eventjes mee met wat dingetjes vandaag. Dus dat is voor nu eigenlijk een beetje de planning. Dus ik ga even stofzuigen en alles. En dan ga ik even lekker een muziekje aanzetten en dan ga ik eventjes lekker wat doen. Dus ik neem jullie mee. Zo, ik heb even het een en ander gedaan. Die was eerst nog bezig, maar die zal niet heel lang meer duren. Ja, het waren ook niet zo heel veel dingen, maar ja, ik durfde gewoon echt, durfde het ook niet te gokken, dat sjaaltje op die 40 graden. Katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb mijn kwasten weer lekker schoon, dat is ook wel weer fijn. Ik heb gewoon even hier lekker gerommeld. Dus dat was ook wel weer heel erg lekker. Ik heb even mijn blog en YouTube boek weer bijgewerkt. Want daar heb ik natuurlijk vorige week niks aan gedaan. Omdat ik toen niet thuis was met Koningsdag. Dus het was wel lekker om dat nu weer te doen. Dus ik vind het dan ook wel weer lekker om nu gewoon weer eventjes een beetje mijn eigen dingetjes te doen. Dus dat is verder nu allemaal lekker klaar. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Het is natuurlijk 4 mei. Dat betekent dodenherdenking. Dus om 8 uur 2 minuten stil. Ik doe daar altijd aan mee. Ja, ik vind het toch wel belangrijk. En ja, ik zei wel van, ik vind het nu wel een beetje zo'n dingetje. Omdat nu mijn opa er ook niet meer is natuurlijk. En ja, ik weet niet. Het voelt ook wel weer een beetje gek. En dat heeft natuurlijk helemaal niet echt per se wat met die oorlog te maken. Maar je denkt er dan weer meer aan. En dat had ik van de week dus toen ik die zonnebloemetjes ging ophalen ook. Dan denk ik van, oh ja, dan krijg je dit gratis. En dan zijn het weer zonnebloemetjes. En zonnebloemetjes die associeer ik met mijn opa. Ik denk er altijd aan. Dus ja, het enige wat ik gewoon hoop is dat het gewoon allemaal goed mag gaan vanavond. Op de Dam zijn natuurlijk allemaal maatregelen genomen. Er mochten minder mensen in, er wordt goed gefouilleerd. Ik hoop maar dat het allemaal goed gaat en dat het niet verkeerd gaat. Want dat zou ik wel heel erg vinden. Want dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren al een paar keer meegemaakt. Dus ik hoop gewoon van harte dat alles goed gaat. Wat ik wel heel erg vond is dat er mensen die hadden kaarten gereserveerd. Of een plek gereserveerd moet ik zeggen. En toen hebben ze die plek proberen door te verkopen via het internet. En dan denk ik van oké, het is gratis. Je schrijft je in omdat je daar graag bij wil zijn. Maar waarom moet je dan alsnog weer geld verdienen aan zo'n plek? Omdat je dan uiteindelijk denkt ook kan het wel doorverkopen. Ja, dat vond ik ook wel heel erg. Maar goed, laten we gewoon hopen dat alles goed gaat. Ik ga daarna gewoon Marble Mania kijken en eventjes verder met Disney Dreamlight Valley. Ik ga de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ja, als ik veel praat krijg ik nu een beetje last van mijn kaak. Ik weet niet wat het is. En als ik dat klaar heb, dan ga ik verder met Baby Reindeer. En dan ga ik weer zussen kijken. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus ja, dat wordt even de planning. Maar het maakt me ergens ook altijd een beetje verdrietig 4 mei. Ik weet niet, ik heb toch altijd een beetje... En niet omdat ik mensen ken hoor, van uit de oorlog. Ja, ik ken wel een beetje wat verhalen, weet je, van mijn oma en zo. Die heeft daar ook echt wel het een en ander van meegemaakt. Maar die kon het ook nog wel weer op zo'n mooie manier... vertellen dat ze ook echt nog wel zei, ja, we hadden ook nog wel mooie momenten. En ja, maar het grijpt mij gewoon altijd aan, omdat er soms ook best wel nog mensen aanwezig zijn die het dan ook helemaal mee hebben gemaakt. Dus nou, nogmaals, ik hoop dat alles goed gaat. Ik ga nu lekker relaxen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 5 mei.
Ik zit te wachten tot Ajax gaat aftrappen. Maar het loopt allemaal een beetje uit omdat PSV zojuist kampioen is geworden. Dus we gaan het zien. Wij spelen tegen Volendam. Nou ja, het is dus bevrijdingsdag. Maar ja, ik doe er eigenlijk nooit wat aan. Sommige mensen gaan denk ik nog wel naar festivals en zo. Maar ik ben gewoon altijd thuis en dat is prima. Nou, gisteravond natuurlijk de dodenherdenking. Is gelukkig allemaal wel goed gegaan. Tenminste, die is wel ergens in Amsterdam geweest waar wel gegild is. Maar het is niet bij de Dam geweest. Wat natuurlijk ook wel echt heel erg is dat ze toch zijn gaan gillen en zo. Maar verder verliep het eigenlijk allemaal wel goed. Dus dat was wel fijn. Ik heb daarna Marble Mania gekeken. En toen heb ik een spel gedaan. Toen ben ik met Disney Dreamlight Valley verder gegaan ook. En dat was echt wel heel fijn. Want ik kwam echt heel ver. Dus dat was wel heel leuk. Dus nu kan ik echt weer wat verder. Waardoor ik ook echt weer wat meer kan. En dat is wel heel leuk. Want ik ben, ondanks dat ik het spel best wel lang heb, ben ik nog niet zo heel ver voor mijn gevoel. Maar het is ook wel leuk om het op een rustig tempo te spelen. Ik heb mijn video voor het grote gedeelte al in elkaar gezet. En nou, toen ben ik Baby Reindeer gaan kijken. Wat echt wel steeds bizarder wordt. En ja, dat je gewoon bijna niet kan geloven dat het echt gebeurd is. En daarna ben ik Zussen gaan kijken. Dat was ook wel weer een mooie uitzending. Al heb ik wel het vermoeden dat er wat dingen niet kloppen. Gewoon, ik heb bijvoorbeeld, er is een vader overleden. Ik heb het idee dat hij vermoord is. Maar goed, dat zal het gaan uitwijzen. Er zijn 4 afleveringen geweest. Ik heb er nu 2 gezien. Dus het wordt elke woensdagavond uitgezonden. Het is wel een mooie serie. En toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Ik ga nu zometeen ook even de groente afhalen en ondertussen genieten van Ajax, hoop ik. En ik ga straks wel gewoon even foto's maken, dus ik zal straks de fotospullen gewoon even laten zien. Maar nu eigenlijk even rustig, ik ga zo even stofzuigen en dan ga ik even wat dingen doen. Dus ik laat jullie straks gewoon de fotospulletjes even zien. Ik heb even mijn fotospullen erbij gepakt. Ik heb hier een Hydrohyaluronic Face Mist van Catrice. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dan heb ik hier een Algae with Hydrating Effect Lip Oil. Dus dat is ook wel fijn. En 3 highlighters van Kruidvat. De Diamond Glow Highlighters. In de kleuren 020 Pink Legacy. Golden Jubilee. Dat is de 030. En de 010 Champagne Pelican. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Zo! Ajax is net afgelopen. We hebben gewonnen met 4-1. Of 1-4 moet ik dan zeggen. We moesten tegen Volendam. Die is dus zojuist gedegradeerd. Dus op zich ook wel. Je ziet echt nu mensen ook wel huilen. Omdat ze dus dan ja, dat wel heel erg vinden. Ja, het is natuurlijk ook wel heel jammer als je club degradeert. Maar ja, het zat er ook wel een beetje aan te komen. Ajax was ook wel een sterkere partij. Dus ik ben blij dat ze gewonnen hebben. Het was niet echt lekker kijken, want de stream die haperde steeds. En elke keer moest ik er weer af, dan moest ik het geluid weer terug aanzetten. Ging niet zo heel erg lekker, maar ja, het is niet anders. Dat is het nadeel van een stream, dus maar ik ben wel blij. De foto's zijn ook wel weer gelukt. Ik moet alleen eventjes de batterij van mijn camera opladen, want die heeft niet zo heel veel batterij meer van mijn spiegelreflex dan. Want anders dan kan ik de volgende keer weer geen foto's maken, dus die leg ik er straks gelijk even op. Want ik zag nu toevallig dat hij dat aangaf. Ik denk, nou, dan is dat ook goed. Ik heb de groentes afgehaald. Ik heb het gehakt gedraaid vanmorgen. Dus vind ik wel lekker. Ik kan dat lekker intrekken. Ik hoop dat ik een beetje genoeg kruid had, maar ik had nu al wat kleine zakje gekocht. En dat vind ik wel handig bij Albert Heijn. Die hebben echt van die kleine zakjes. En nu ga ik zo meteen eventjes lekker relaxen. Straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik de code van Koppens. Heb ik wel weer zin in. Ik vind dat heel leuk. En ga ik nog even verder met Disney Dreamlight Valley. Dus dat vind ik ook heel leuk. En ik ga mijn foto's bewerken. Ik ga mijn nagels even doen. Ik had een paar nagels die waren wat slechter. Dus die moesten een beetje geveld worden. Ik heb hier bijvoorbeeld nog een klein beetje nagellak zitten. Moet er even af. En wat ga ik dan doen? Ja, mijn serie kijken op Netflix, Baby Reindeer en daarna weer zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed, dan ga ik nog even lezen en dan ga ik lekker slapen. Dus dat. Ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik dus zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 6 mei. Ik ben klaargemaakt. En ja, ik ruik nu de kattenbak heel erg. Ik moet wel zeggen, dat vind ik een verschil. Als ik het goedkope kattengrit koop uit de supermarkt, die ruik ik echt bijna niet. En het van de welkoop ruik ik meer.
Vooral nu omdat het nu weer moet. Maar ja, goed, weet je, dat van de Welkoop is gewoon in feite goedkoper. Want die van de supermarkt, moet ik elke week moet ik zo'n zak halen. Dan zit je ook aan het bedrag. En nu ben ik voor 7 euro per zak ongeveer klaar. En daar haal ik meestal 2 zakken. En dan doe ik zo'n 2,5 maand mee of zo. Nou, ik weet niet, langer misschien wel. Maar goed, dat ruik ik nu meer. Ik heb gisteravond gekeken naar Ode van Koppens. Dat was echt wel heel erg leuk. René Kars deed mee samen met Marco Schuitmaker. Ik noem René Kars trouwens heel vaak Atje. Maar dat komt omdat hij dat liedje zingt van Atje voor de sfeer. Met Lilian Marijnissen en nog een man. Hij was echt heel grappig, maar ik kende hem niet. Het was niet zo dat ik dacht, oh, daar ken ik je van. Ik had hem wel gegoogeld, maar het zei me helemaal niks. Maar hij had wel humor. Ik was eigenlijk wel voor de zangers. Die wonnen dan uiteindelijk niet. Maar het was heel leuk. Alleen Marco Schuitmaker, die was niet bij de studio-opnames. Want hij had andere verplichtingen. Maar het was wel echt heel leuk om naar te kijken. Daarna nog even de bouwertjes. Dat was ook wel weer leuk. Toen heb ik mijn spelletje gedaan. Wel ver gekomen met de Dreamlight Valley. En toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Heb ik de thumbnail afgemaakt voor de video van morgen. En toen heb ik eigenlijk nog even de slechtste chauffeur van Nederland afgekeken. En toen ben ik mijn serie gaan kijken. Nu duurde de aflevering wel weer wat langer. Nu was het ongeveer 45 minuten. Maar er zat nu ook wel een heel verhaal in. Dat vond ik ook best wel heftig, even dat gedeelte. En daarna zie je zij. Vond ik een beetje een rommelige aflevering. Maar goed, en daarna ben ik mijn boek gaan lezen en lekker gaan slapen. Dat ga ik jullie laten zien. Want dan ga ik hier eventjes de boel doen. Ik heb dat gewoon gedaan. En ik dacht, nou, dat kan ik jullie dan mooi eventjes laten zien. Ziet er ook wel weer leuk uit. Dus kunnen jullie ook even zien hoe het geworden is uiteindelijk op het balkon. Met de plantjes erbij. Die ik dus donderdag had gekocht. Heb ik dus in de potjes gedaan. Want die andere planten hadden jullie al gezien in de potjes. Dus dan ga ik nu maar even muziek aanzetten. Dan ga ik eventjes wat doen. En eventjes nog een wasje aanzetten. Dus ja, even lekker aan de gang weer. Plantjes passen precies in de potjes, dat is heel fijn. Het jammer is alleen, ik had ze hier aan op willen hangen en hier. Maar daar is het te dik voor. Deze rand is te dik voor om daar op te hangen. Dit is te kort, dus dat gaat hem niet worden. Dus ik heb ze nu zomaar neergezet. Staat op zich ook wel leuk, maar het was wel echt de bedoeling dat ze er overheen konden hangen. Misschien dat iemand nog een idee heeft of iets, kan ik nog even vragen. Maar ik heb ze wel een beetje nat gespoten. Dus ik hoop ook wel dat er een buitje komt. Want deze begint al een beetje te hangen. Maar ik heb ze wel nat gemaakt. En anders moet ik ze zelf gewoon eventjes een beetje bij doen met water. Maar nou ja, goed. Ik heb ze dus nu maar zo neergezet. Omdat het helaas niet anders kon. Ik vind het wel jammer. Maar nou ja, dat is wat het is. Zo, ik ben weer klaar. Het zweet zat echt op mijn voorhoofd. Maar het is allemaal wel weer gelukt. En dat is fijn. Douche is weer schoon, de kattenbakken, de bakjes. Nou, helemaal fijn. Ze hebben allemaal weer schone bakjes gekregen. En wc weer lekker schoon. De gang is weer schoon, dus dat is wel weer fijn. Katten hebben het lekker gegeten, dus dat is ook wel weer fijn. Ik heb nu nog de witte was aan staan. Die duurt niet heel lang meer. Dus dat is ook wel lekker. Dan ben ik eigenlijk
heb ik nog een paar kledingstukken in de wasmand zitten. Nou, dat komt bijna nooit voor dat ik bijna een lege wasmand heb. Maar dat is op zich ook wel een keer lekker. Ik ga nu zo meteen in ieder geval even lekker relaxen. Ik heb een herinnering toegevoegd aan de lijst. Laat het me weten als je een tijd of locatie... Jeetje, Siri die is echt vervelend. Ik ga zo dus in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik heb het echt heel erg warm gekregen. Merk je toch wel dat het op zich met schoonmaken wel warm is. Hoeveel graden zou het binnen zijn? Oh, weer opstaan. Ja, ik ben nu met sporten mijn buikspieren aan het doen. En dat doet echt heel veel pijn. Dus 20,5. Is gelukkig wel iets gezakt, maar... dat brandt dan helemaal. Als ik ergens een hekel aan heb met sporten zijn de buikspieren. Maar ja, die wil ik ook natuurlijk gewoon doen. Ik doe het natuurlijk wel gewoon voor mezelf. Maar ik vind die altijd best wel pittig. Vanavond kijk ik Goede Tijden en daarna ga ik kijken naar meester Frank Visser. Dat is nu met meneer Beuvink, want Visser is er niet. Dus nou, het zag er heftig uit, het voorstukje, maar je weet nooit precies hoe het zit, dus ik ben wel benieuwd. Ga ik nog even een Maar ik vind het wel gezellig staan. En het heeft nu wel wat geregend. Dus ik hoop dat ze in ieder geval goed gaan groeien. Maar het ziet er op zich wel goed uit. Maar ik zal jullie in de vlogs wel een beetje updaten hoe het gaat met de plantjes. En of het groeit en zo. Dus dat. Ik ga nu echt eventjes lekker wat drinken en relaxen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag 7 mei. Ik ben klaargemaakt. Ja, het is ochtend, want mijn coach komt al vroeg. Ik had volgens mij al wel verteld dat ik vandaag boodschappen moest doen. Omdat het donderdag hemelvaart is. Dus dan heeft mijn coach ook een dagje vrij. Dus vandaag de boodschappen. Maar zij kon of heel vroeg of pas heel laat. En dan werd het pas 5:30. Nou ja, dat is ook niet echt een hele lekkere tijd. Dus we gaan nu al vroeg, want zij had vanmiddag nog een afspraak als het goed is. Dus vandaar dat ik al klaargemaakt ben. Ik heb mijn oranje blouse aan, die van de Zeeman. Het is wel een lekker stofje, want ik dacht, ja, met dit weer kan het wel. Het is op zich nu wel zonnig. Ik ga heel even checken hoeveel graden het is. Ik zag wel dat de temperatuur in huis wat gezakt was. Het is 16 graden, maar het is wel licht bewolkt. Het kan vandaag 19 graden worden. Gisteravond heb ik een Goede Tijden gekeken, daarna meester Frank Visser. Het was niet met meester Frank Visser, maar met die andere man. Maar ik vond het best wel een heftige zaak. Die ene man die trok het ook allemaal niet zo, maar ja, de uitspraak was eigenlijk wel heel goed. Dus prima. Daarna heb ik nog even een spul gedaan. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet, die komt strakjes online. Mijn blogpost geschreven, ging ook allemaal goed. Nog wat nieuwe boeken weggehaald, dus dat is ook fijn. En toen ben ik Netflix-serie gaan kijken. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik snap die man ook niet. Maar misschien dat ik het nooit helemaal zal begrijpen, maar ik snap dingen van die man ook niet. Dat ik denk van, waarom doe je dit? Maar goed, ja, ik ben op zich wel heel benieuwd hoe het eindigt. Daarna nog even CSI, toen ben ik naar bed gegaan, heb ik even lekker mijn boek gelezen. Maar ik had dus weer moeite om in slaap te komen. Want altijd als ik weet dat ik vroeg mijn bed uit moet, dan kan ik heel moeilijk in slaap komen. Dus dat is altijd een beetje een drama. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt, maar nu, ik ben wel een beetje moe nog. Ik slaap gewoon graag. En het liefst sluip ik ook gewoon lekker uit. Ik heb eczeem hier op de pinnen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk, het is een beetje rood. Ik ben het wel steeds aan het insmeren. Maar ik merk dus dat ik blijkbaar 's nachts in mijn slaap toch ga krabben als ik jeuk heb. Het begon ooit met een klein plekje op mijn vinger. Ik heb hem hier nu ook zitten, maar dat is ook een beetje kapot. Kijk. Het is een beetje kapot. Later kwam het ook onder mijn ogen. Als ik die vette crème hier onder mijn ogen smeer, dan is het drama. Dan is het schilverig en helemaal rood. Maar zodra ik die crème begin te smeren, is het binnen een paar dagen over. Maar zodra ik ermee stop, komt het ook weer terug. Dus ik moet dat blijven doen. Maar nu komt het dus ook op de zijkant van mijn pols. Dus dat is niet zo heel handig. Ik ga even mijn schoen aantrekken, even mijn drink opdrinken en dan komt mijn coach zo. En ik neem jullie nog wel weer even mee met boodschappen doen. En dan zie ik jullie gewoon weer als ik terug ben.
de boodschappen. Ik zal even laten zien welke boodschappen ik heb gedaan. En ik kan het even opruimen. Ik ga eerst even wat drinken. En eventjes nog rustig zitten. Dan ga ik straks even video opnemen. We hebben weer kattenbroeken. Want ja, ik vind het gewoon geen fijn idee als ik tekort zou komen. Voor donderdag heb ik bitterballetjes meegenomen. Dan heb ik weer gewoon de spekjes. Slaapinken. Frikandellen. Ik heb een kaartje voor moederdag. Ik had al tegen mijn moeder gezegd dat ze deze vlog niet mocht kijken. Deze heb ik gedaan. Die vond ik wel leuk. Veel liefst voor moederdag. Dus die moet ik even schrijven. Dan heb ik bonen. Die waren lekker in de Anime Plus. Hij is echt super mooi. Haricot Verge. Een chocoladereep voor mijn moeder voor bij het cadeautje. Koffiemelk. Er komen straks nog wat pakketjes binnen. Die zal ik straks nog even laten zien. Ik heb nu mijn folders gehad. En ik had echt zoiets van, ja, wilde ze eigenlijk gisteren hebben. Omdat ik vandaag een boodschappen doen. Ik was even bij de Aldi. Dat was een hele leuke stitch ding. Daar heb ik wat van gevolgd. Maar dat was een heel gedoe. Want die man die had het bovenste gewoon 3 keer gescand. Maar er waren prijsverschillen in. Dus dat duurde een hele poos. Ik heb allereerst deze hele leuke damestrui. Ik heb een emmetje gedaan, want dan zit die net iets langer. Heel leuk, met Stitch erop. Dus die. Dan heb ik een leuk shirt van Stitch. Ook wel heel leuk. En deze shirtama van Stitch. Ook heel leuk. En trouwens, dit is Stitch met een vriendinnetje. Dus die. En dan heb ik vanmorgen even wat meegenomen. Broodjes. 2 keer chocomel, was in de aanbieding. Vaatwastabletten. Morgen komt, gaat de vaatwasser zie je al achter me staan trouwens. Die laat ik morgen eventjes helemaal zien. Maar die gaan we morgen op zijn plek zetten. Dus er moesten vaatwastabletten in. Maar ik ben dus spoelmiddel vergeten en zout. Ik heb wel vaatwastabletten gekocht. En deze waren nu 6 euro voor 29 tabletten. Dus dat vond ik wel een goed idee. Ik wilde eigenlijk een bakje hebben voor de vaatwastabletten. Maar ik kon niet iets vinden wat ik leuk vond. Ik wilde eigenlijk gewoon zo'n bak hebben waar echt ook tabletten op staan. Weet je, wat ik echt aangeeft van vaatwastabletten. Ik weet niet of hier nog zout in moet. Maar dit kun je dus niet... Oh jawel, je kunt het wel afsluiten. Dus ja, prima. Nog een chocomelletje. Dan heb ik voor zondag lekker shawarma gekocht. Mijn toetjes weer. Dan hebben we gewoon patat. En aardappeltjes. En dat was het. Ik ga even opruimen. Ik laat er straks nog eventjes de dingetjes zien die nog binnen zijn gekomen. En dan gaan we dit eventjes even opruimen. Dan ga ik eerst even zitten met wat drinken. En eventjes lekker relaxen. Dus, en dan straks nog even een video opnemen. Zo, even het moederdagpakketje een beetje leuk ingepakt. Reep. Ja, ik hoop dat het een beetje bij elkaar blijft zitten. Echt een beetje om bij elkaar te houden. Ja, ik zou hem hier nog even wat strakker kunnen doen. Dan zou ik hier bijvoorbeeld even een plakbandje doen. Dan kan het er niet uit. Dus dat is die. Ik zou nog even de pakketjes laten zien die waren binnengekomen. Ik heb hier allereerst een gaslang van 1,5 meter. We gaan mijn... kookplaat die gaan we verzetten en daar had ik een langere gaslang voor nodig. En op internet hadden ze wel van 1,5 meter in de winkel niet. Dus dat is deze, een hele basic gaslang. Dus die hebben we morgen nodig. Dan heb ik hier een verlengstuk voor de vaatwasser. Die moet ook verlengd worden, want anders kan die niet bij de kraan. Dus het is eigenlijk gewoon een nieuwe slang. Ja, hoort eigenlijk allemaal bij de vaatwasser. Oh ja, en ik had heel basic... nieuwe stift voor mijn whiteboard. Het is een whiteboard marker. En deze is van Edding. Dus dat was het eigenlijk even. Niet heel interessant, maar ja, hadden we even nodig. Dus dat heb ik even binnengekregen. Zo, ik heb best wel veel gedaan. Ik ben ook een beetje moe. Ik zie ook dat mijn batterij niet heel vol meer is. Maar ja, ik heb natuurlijk video opgenomen. Ik heb nog even mijn diamond painting gedaan. Dus dat was allemaal wel lekker, maar niet heel lang. Gewoon even kort. Dat was allemaal wel prima. Ik heb even mijn kast opgemeten. Dat moet ik eventjes noteren.
Het was 94. 3,94. Ik wil eigenlijk proberen of ik andere stangen erbij kan zetten. Maar dat ga ik eerst even opschrijven. Want anders dan weet ik het wel. Dan vergeet ik het straks weer. Dus dat. Ja, nu ben ik het ook eigenlijk wel zat. Ik ga nu zo eventjes lekker relaxen. Eerst even schrijven. 3/94. Ik hoop dat het goed is. Maar misschien zijn het ook wel standaard dingen. Ja, op zich best wel druk geweest. En nou ja, op zich ook prima. Alle boodschappen naar boven, dus dat is ook wel lekker. Nu ga ik zo dus lekker relaxen en straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik naar Goede Tijden en Kees van der Spek. Er is nu natuurlijk heel veel herhaling ook in verband met het Songfestival. Dat ga ik eventjes kijken. Dan ga ik even een spelletje doen. En dan ga ik mijn vlog verder afmaken met Erte en eventjes mijn foto's bewerken. Ik hoop alvast wat foto's voor vrijdag klaar te krijgen. Dan ga ik lekker Baby Reindeer kijken. Nog even CSI. Dan ga ik nog even een boek lezen en ook wel lekker naar bed. Want morgen gaat ook weer op tijd te wekken. Want morgen om 10:30 is mijn vader hier weer met zijn vriendin en zijn haar dochter. Dus ja, dan gaan we verder met klussen in de keuken. Dus ik weet niet of ik jullie er echt bij mee kan nemen. Maar dat zien we morgen wel. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!